Ik ben Arjan Winkelhorst, mede-eigenaar van Winkelhorst Rekken. We hebben een loon- en grondverzetbedrijf met 18 personeelsleden. Enkele personeelsleden werken in de landbouw, enkele werken in het grondverzet. We hebben een paar monteurs en iemand op de administratie. Ons werk bestaat uit agrarisch werk bij de veehouders en bij de akkerbouwers, cultuurtechnische werkzaamheden en machineverhuur met machinisten aan de grondverzet. En wij nemen ook kleine werken aan. Door middel van onze monteurs wordt er gezorgd dat onze machines up-to-date zijn. Hierdoor kunnen wij ook indien storing optreedt tijdens werkzaamheden zorgen dat deze snel verholpen worden. Het bedrijf is in 1957 ontstaan. Het bestaat dit jaar 59 jaar. Mijn vader is samen met zijn stiefvader de heer Rikhoff het loonbedrijf begonnen. In 2007 zijn we verhuisd van de Lindenvoort hier naar de Rekkers Binnenweg 22. Hier hebben wij geheel nieuw gebouwd. Daarom zie ik de toekomst van het bedrijf positief in. Als bij ons het bedrijf binnenkomt, heb je eerst de kantoren. Dan krijgen we een werkplaats waar we het onderhoud doen aan de machines. Dan krijgen wij een las- en sleepwerkplaats waar we onze metaalbewerking doen. Dan krijgen we een machineberging. En daarachter een overdekte spuithal waar we in de winterdag ook onze machines goed kunnen schoonmaken. Doordat wij goed en vakbekwaam personeel werken die goed luisteren naar de klant en omdat ze kunnen werken met goede machines, kunnen wij goed werk leveren naar wens van de klant.